die nou echt paaien? Nou, dit zijn knalerwten. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet echt gevaarlijk, hè? Nee, het is categorie 1 vuurwerk volgens mij, dus dat is echt het minst schadelijk. Maar ja, wanneer wordt het dan wel gevaarlijk? Zullen wij dat gaan testen? Dat gaan we testen. Zullen we dat testen? Oké, we gaan het testen in onze base. Ik heb hier heel veel knalerwten verzameld. Ja, hele dozen gewoon. Wist jij dat vroeger mensen knalerwten gebruikten om mensen eigenlijk te waarschuwen? Vroeger waren auto's open, die hadden toen nog geen dak. En toen hadden ze knalerwten die ze op de grond gooiden om te waarschuwen dat honden niet voor de auto gingen rennen. Dus dit was de allereerste toeter als het ware. Wow. Oké, als je ziet, er zit een heel klein papiertje omheen. Met hele kleine, ik ga het op mijn hand doen, met hele kleine steentjes. Zie je dat? En wat zijn die steentjes dan, Jochem? Je kan het als een soort buskruid zien. Oké, ik ga het één keer op de tafel gooien, even kijken wat het nu doet. Want nu is het zonder papiertje. Kijk, 3, 2, 1. Oh! Nou, dan gebeurt er helemaal niks dus. Ja, ze moeten wel op elkaar botsen. Oh. Omdat het gewoon te lang duurt, gaan we een mengelmoes maken. Dus we gaan een mengelmoes... Wow, Jochem, jullie hebben echt schrikken. We gaan dus een mengelmoes maken van de ertjes en van de binnenkant van de erwten. En die voegen we dan samen, zaagsel gaat eruit. Et voilà. We zijn klaar om te testen, maar voor de veiligheid, want dit is gevaarlijk. Dit kan gevaarlijk worden. Ik heb deze punten bij elkaar. Ja, en dan die punten bij elkaar. Oh, dit gaat spannend worden. Okay, wacht. Nu gaat knallen, zijn we de sjaak. Yes, Jos. Wow, Jos. Yes, Jos. Yo. Kijk, we hebben de mega knalerwt. En die gaan we nu naar beneden laten vallen, toch? Ja, Jos. Jochem, staat klaar? Ben je er klaar voor? Zeker als te weten. De echte grote knalert. Mama. Ik heb hem. Ah! In 5. We gaan testen. Is het gevaarlijker geworden? In 4. Of, is het helemaal niet gevaarlijk? 3, 2, 1. Zullen we nog een keer doen? Ja, ik help even. Oké, Devin gaat hem even aangeven. Smek hem. Hij knalt al. Eerste poging is niet gelukt. Tweede poging gaan we nu doen. We gaan hem nu heel hard gooien. Ja? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Wow, ja, het rookt. Er is rook, of niet? Maar wat gebeurt er als ik opsta? Nee. Dit kan en dit moet werken. Nee, maar dat gaat helemaal niet werken. Jawel, dit gaat werken. En dan, wat ga je dan doen? Het laten vallen, want dit gaat werken. Poging nummer 3, 2, 1. Bam! Bang! Oké, wat vond je hiervan? Ja, ik vind het jammer. We kunnen dus concluderen, knalerwten zijn echt niet gevaarlijk, want heel veel... werkt alleen als ze los van elkaar hebben. Koppen of bukken? Dat is de vraag. Jawel, in het experiment van vandaag gaan we namelijk kijken of je dus moet koppen of bukken wanneer er een golfbal naar je kop toe komt. Ik denk in eerste instantie niet koppen, want zo'n bal komt hard aan. Maar gelukkig hebben wij meloenen die ons hoofd vervangen. Nee. Mijn Devin is klaar. Mooi blauwe oog, hè? Nee, die is heel gek. Ja, dan doe ik even de grote neus. Perfect. Laten we er een bal in gaan slaan. Maar kijk eens, wat Devin heeft gefixt zelf. Dit is perfect, joh. Even uittesten. Ik heb het eigenlijk nooit echt eerder gedaan. Wel midget golf, maar niet echt... Je moet recht, je knieën moeten helemaal recht. Je moet er recht voor staan.
Zo. Ja. Oh ja. Zo! Oh, dat ding gaat hard. Zo! Met die eerste slag heb ik dus het dingetje al gebroken. Dit is mijn hoofd, die gaat dan eerst. Ik ga jou raken. Let's go. Ready? Let's go. Het belangrijkste met golven is dat je de bal nawijst. Ja. En je moet heel hard voorroepen. Dat staat voor Flying Object Reaching Earth. En dan weet iedereen dat hij moet gaan bukken. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, voor! Toppie. Je hoofd gaat eraan, jongen. Ja, gaat hij eraan? Oh. Wat? Dit is niet normaal. Wow. Hij is wel een soort van close, alleen niet tegen het hoofd. Zullen we hem gooien? Zo, bijna! Dus we gaan nu gooien. En dit werkt al beter, Devin zat er zo naast. Ja. Ik ga even oprapen. Hè? Wat is zo'n bal in je kop? Oh. Wat doe jij? Die dingen zijn nog best hard, man. Hij kwam hier. Zo, ja. Ja, is goed. Zo'n bult. Nee, joh. Nee. Niet gelijk een bult, toch? Waar het voet was. Wel een hersenschudding. Die dingen zijn hard, jongen. Wil ik even proberen? Nee. Door blijven gaan. Proberen. Nee. Sorry, ik mag niet lachen, maar ik zag hem rechtstreeks in zijn gaan. Bukken. Ja? Ja. Oh. Nou? Nou, we hebben meerdere tegen de achterkant aangekregen. Nergens echt een clean shot, helaas. Hier hebben we een kleine impact, zoals jullie zien. Kleine Kijk. Impact. Ja, die dingen zijn hard. Maar echt bukken? Ja, ik zou het wel doen. Dus beter voor. Maar wat gebeurt er nou als je langs iemand staat die de golfbal aan het slaan is? Bam! Oké, zijn we ready? Ben jij ready? Nou, ik ben nog niet zo echt ready, man, bro. Ik zeg je eerlijk. 3, 2, 1. Wow! Er is niet zoveel meer van je hoofd over, hè? Oh, lekker koppie. 3, 2, 1. Zo! Yes! Oh, yo! Zo! Oké, het antwoord op het experiment: moet je dus bukken of moet je koppen wanneer er een golfbal of een golfstick rondvliegt? Ik zou in ieder geval gewoon gaan bukken, want dit wil je niet. Kijk, Gino, ik ben echt gek op augurken. Ja, dat dacht ik al. Ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat jij als Gino, de Power Man, deze augurk open zou krijgen. Ja. Maar krijg je ze ook open als ik hem heel strak weer dicht doe? Ik heb deze pot met een waterpomptang helemaal dicht gekregen. Dus mijn vraag is, krijg je deze open? Nee. Wij gaan dus testen, als jij je kwaad maakt, of het je dan wel lukt. Dus, ik heb voor jou hier deze gekke bokser. Hij stond hier al, ik dacht al, hij staat hier al super random. Kom op, Gina, maak je kwaad. Kom op, Gino. Okay. Dit is echt helemaal niks nog. Ah, oké, let's go. Kom op. Wat moet ik doen? Nee, je bent nog niet boos. Wat is dit? Kom dan. Kom dan. Kom op nou, dit is niks. Je gaat niet winnen. Kom op, Gino, echt paaien. Kom op, sneller. Wat is dit? Sneller, Gino, kom op. Oké, maak hem open. Neem maar een slokkie. Nee. Hé, maar het werkt wel. Als we nu zouden vechten, dan spring ik echt op. Kom dan! Nee, doe maar niet. Ja, nee, conclusie is wederom weer, maak je kwaad. Maak je kwaad en er komt een bepaalde power in los en de kracht die je nodig hebt om zoiets
is aanwezig, dus Ik snap het echt niet waarom mensen dit doen.